Het laatste stukje peel in onze gemeente is gelegen in Venhorst, aan de Voskuilenweg Schepersdijk. Samen met Piet van Lieshout, 74, en Harry Bijvelds, 63, maken wij een wandeling over deze zogenaamde Voskuilenheuvel. Zij maken zich net als wij zorgen over de bestemming van dit mooie natuurgebied, waarvan ze vinden dat het in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Piet en Harry halen tijdens de wandeling herinneringen op uit de goede oude tijd. Is er nog wel de boekhei? Maar ja, die zal wel dood zijn. Volgens het zien niet. De wortel dacht ik niet. Nee. Is niet kapot. Kijk, maar die vingde je in de, meer in die vennetjes, hè? Op het hoogste gedeelte, daar vingde ze. Het is nog groen, zie je niet? Ja, nee, maar ook de wortel ook. Er zit nog leven in. Ja. Nee, dat leeft nog. Maar waarom nou in die lichten, hè? Ja, maar dat hadden we vroeger altijd, Harry. Op het hoog vond ik die boek ga je nooit. Heb ik tenminste nooit gezien. Maar wel tegen het vallen van ogen liggen in de lichten. Ja. In die vennetjes. Maar dat zo ongelijk voor? Nee. Dat kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen. Nee, ik ook niet. Dat er zoveel verschil in hoogte zou het, nee. Ja, dat kun je nou goed zien omdat alles kaal is, hè? Ja. Dat kan er vast niet bij. Hier gewoon een karspoor lopen, hè? Ja, gewoon een karspoor. Er was geen weg, er was niks. Fietsen kon er ook niet? Nee, kon dus niet. Was aan. Het was gewoon een karspoor door de boeren doorvoeren als ze turf gingen halen. Ja. En toen had ik het door, eigenlijk de pad lopen, hè? Ja. En dat padje dat ging naar de andere. Ja, en daar heb je eigenlijk het grootste ven liggen, hè? Ja, daar wel, ja. Het grootste ven. Hier hadden vroeger ook veel water. Er was niks als water hier, hè? Hier, was hier, was daar Voskuilendeil in en dan kreeg je de Zaandeil. Daar was allemaal water. Gelijk. Ja, dan moest het lang drogen in de zomerdag, als die droog kwam. Stond. Ja, daar ging je geen afvoer, hè? Want daar in die Voskuilendeil, daar gingen we al het schaap wassen. Ja. Moesten gewassen worden voordat ze geschoren worden, hè? Dat soort zand waar je uit en zo. En dan was onze vader en onze vader en dan moesten wij mee helpen. En dat deden natuurlijk geer als jonge klant. Wat te poelen. Dat is allemaal mooi, hè? Hoe lang komen jullie hier al in de PO? Zolang als ik oud ben. Ik ben in 13 geboren, maar dan in 10 ook. Ja. En toen we jarenfeest 6 oud waren, ja, toen moesten we al mijn vader mee de pil in. Ik heb hier zondags voor 12 uur hè, ooit 4 grote haas naar huis moeten dragen. Die mijn vader kapot sloeg, gelukkig als in de haai zat, met de scheepschip. Zo hadden er zat, hè? Ze hadden er veel, hè. Ja. En dan mijn vader die had er een extra gezicht op. Ja. Kun ik rustig zeggen, want die zag ze heel wijd liggen. En dan dreef hij door met die schaap over en dan bleven ze liggen. Hè. En dan vind je met de schepenschip op. Hè. Ik heb er ooit 4 naar huis moeten dragen. Dat zit niet aan als je maar ze wijden met die schaap. Jongen, ga er mee. Dat had hij geer. En ik denk dat geer. En dan een haas als je maar onder mijn jas van vaas gebonden en even naar huis lopen, teruglopen. Maar ik moest weer terugkomen. Ik heb er ooit 4 naar huis En dan de haai afstoken. Ja. Kom je zo, weet je wel, jongen, hier. Ja, en dan door en door. En dan moet je aan de ene kant beginnen. Weet je wel, waar de wind stond. Ja. En dan aanstoken. En dan brandde hij gelijk af. Allen plakken zo, hier, dan brandde hij gelijk af. En dan een week of 4, 5 naar de rand. Als je tenminste mooi weer had, dat was regende. Ja, de vlug op regende. Stond er weer zo lang de haai op. Ja. Dus dat had een functie. Voor de schepjes, ja, dat was voor de schaap, hè? Dat was voor dat de schaap. Ze weer jong spul. Dat ging daar. Nou, jongen. Oh, ik heb er waai afgestokt. Ja. Gruwelijk.
Oh, dat, ja, mensen gelijk kunnen vertellen wat dat die vroeger hier en wat dat die schik. En zondags gingen ze ook huisruilen. Hè. Die namen van die hutten met wat riet en wat kalk en wat strooi. En meer waard niet. Hè. Dan ruilden ze gewoon huis om huis. Ja. En dan in die jonge kerels, er worden een fles nevel bijgehaald. En dan die jonge kerels zondags. En dan twee of drie van die lange karren. En dan worden die huizen opgekrikt. En dan schouwden ze af. Ja, die gaan een mooi leven, die mensen toen hier. Vrij, hè? Ja, ja, die hadden je vroeger ook, dat weet ik wel. Altijd in de lichtste gedeelte daar hij groeide. Ja. Die witte poesjes, dat kan ik me niet herinneren. En ik heb het nooit anders gekend, hè. Nee. Dat hij groot gebracht hier. En veel kieven te gaan zoeken. Water snappen. In de kelder, de wulp, kouder zijn ze hier. Zeggen ze. Nou jongen. Soms anders... zitten er nog alle dag weer tweeën. Hè? Ja? Oh. Maar hoe ze uitbruien, want die bruien wel ergens uit, maar hoor ja. Dat is voor zo moeilijk. Ja, waaien, denken zo. Ja, normaal doen ze het liefst op de hei. Hè? Liefst op de hei. Want dit was eigenlijk iets voor, voor zo'n pilvogel om uit te bruien. Hè? Nou. Er zijn wensen om het laatste stukje Peel om te zetten in een peellandschapspark. Maar wij vernemen ook dat de gemeente een herbeplantingsplicht heeft. Dan zou ik wel eens willen weten wat jullie voor een bestemming willen geven aan het laatste stukje Peel. In de staat terugbrengen zoals het vroeger was, dan zou ik het liefst zien. Als het te verwezenlijken is, maar dat weet ik.
Het verwezenlijken van het Peellandschapspark is een plan van het gemeenschapsbelang Venhorst. Wij laten de voorzitter, de heer Jan Manders, even aan het woord, die de wensen die in Venhorst en Boeken leven zal toelichten. Op 14 april zal tijdens de vergadering van de heemkundekring Sint-Aagten op Boekel het plan uitvoerig worden besproken. Goed, het plan de Voskuilenheuvel zoals het hier ziet is gebaseerd om een stukje oude Peel, Boekelse Peel zoals het vroeger genoemd wordt, te behouden voor onze nakomelingen. Het plan omhelst de vennen zoals ze hier liggen een klein beetje uitdiepen zoals er weer water in komt staan. Daarbij rondom zoals je hier kunt zien een afrastering. Daarachter bomen zodat het een vergezicht toch lijkt alsof het een gewoon bos is. Met daar binnenin zoveel mogelijk open terrein, een schaapskudde, een wandelpad dat ook langs de visvijver loopt, over de belt loopt. Een schaapshut passend in het landschap. Daarbij op diverse plaatsen wat bomen, een bremstruikje en zo. Echte planten en bomen die vroeger jaren ook in de Peel gegroeid hebben. Om zoveel mogelijk het oude stukje historie van Venhorst, waar Venhorst zijn naam aan te danken heeft, omdat we de Vennen en de Horsten aanwezig zijn, dus Venhorst, om dit te bewaren, zodat onze nakomelingen in de lengte van dagen nog kunnen zien van wat voor Norse arbeid onze voorouders hebben moeten verrichten om van zo'n woestenij vruchtbare landschap te maken, zoals het nu is.